Hallo, welkom bij Draadje Los, aflevering 81. Draadje door de week. Draadje door de week vertel ik eigenlijk altijd waar ik de afgelopen week mee bezig ben geweest. Of ik aanwinsten heb, die heb ik. En een inmiddels vast onderdeel van Draadje door de week is het vintage project Draadje gaat vintage. En dat maak ik vandaag af. En ik eindig de aflevering altijd met aankondigen wat er de komende week op mijn kanaal te zien is. En dat is deze week heel leuk. Tenminste, ik vind het heel leuk. Ik kan het eindelijk laten zien. Ik ben er weken mee bezig geweest. En nu kan ik het eindelijk laten zien en aankondigen. Dat dinsdag komt het eerste deel online. Ik vind hem zelf zo leuk geworden. Maar ik hou het nog even spannend. Komt zo meteen. Jullie zien hier een boxje liggen. Er zit een vlekje op. En die heb ik niet zo lang geleden bij een kringloper gekocht. Omdat ik hem zo mooi vond. Jullie, als je me wat langer volgt, heb je hem dus gezien. En ik had geen idee wat ik ermee wilde doen. Waar ik hem voor zou willen gebruiken. Dus, maar ik vond hem zo mooi dat ik hem niet kon laten liggen. En ineens dacht ik, oh, ik weet al wat ik erin stop. Mijn zoomloemetje. De zoomloem, dat is een vierkant weefapparaatje. Ik had een hoop van dit soort kleine restjes. Van die kleine bolletjes. En van het project wat ik straks ga laten zien, had ik ook wat over. Dan kan ik daar wel allemaal toverbollen van maken. Maar ik dacht, ik vind het eigenlijk wel leuk om dat op te maken aan lapjes. Geweven lapjes. En wat ik dan vervolgens met die lapjes ga doen, dat weet ik nog niet. Ik heb met dubbele sokkenwol heb ik ooit heel veel lapjes gemaakt. En die heb ik met stroken aan elkaar gebreid. En had ik een overgooier van gemaakt. Die had ik van de week even ook op de groep bij Miranda gepost. Maar ik zal zo nog eventjes een foto invoegen voor de mensen die niet Miranda volgen. Van Maak het met Miranda. Dat zullen er niet veel zijn, maar je weet het niet. Kan je toch die foto even zien van die overgooier. En toen dacht ik van ja, dit is best een prijzig ding in aanschaf. Ik vind het wel waard, want het is heel stevig. En dit loopt een beetje af, waardoor het weven heel makkelijk gaat. En ja, zo'n mooi dingetje. En ik had hem in zo'n Tupperware doosje, maar dat was precies groot genoeg. En dan kon ik er eigenlijk niet veel anders meer in kwijt. En toen dacht ik, ja, zo'n mooi en bruikbaar dingetje verdient een mooie verpakking. Dus ik heb hier ook de gebruiksaanwijzing erbij in. Reservepennetjes, het haaknaalden voor als je dat nodig hebt. Speldenkussentje. Nou, ik denk, dat vind ik nou de ultieme verpakking voor zo'n gereedschapje. En ja, je kunt daar dus gewoon mee weven. Vierkante lapjes mee weven. Ik heb daar een tutorial van. Dan moet je even zoeken in de playlist Simpel, Kort en Allerlei, denk ik. Of weven, dat weet ik niet. Maar daar laat ik dus zien hoe je zo'n dingetje gebruikt. Hoe je daar een lapje van maakt. Dus eindelijk had ik een mooie bestemming. Ik ga nu geen demonstratie geven. Want ik heb veel te veel ander leuks om te laten zien. Dus, mooie verpakking. Mijn zoomloemetje. Om restjes op te maken. Nou ja, verder ben ik natuurlijk heel erg druk geweest met het project wat gaat komen. Een tutorial. Nou, tromgeroffel. Ik zit zo leuk. Aankomende dinsdag op mijn kanaal. De Let's Go Retro tas. Ik vond dat motiefje, ja, het deed me ergens aan denken en ik postte het in onze haakfamiliegroep. En Vonne reageerde meteen van, dat is een beetje retro. Ik zei, ja, dat vond ik ook, doet me ergens aan denken. Toen ging ik zoeken en toen dacht ik, ja, behang uit de eind jaren 60, 70. Die had ook van dat soort motieven. Dit is hem dus, de tas. Gevoerd en wel. Dit is een ander voeringtasje. Dan wat ik in de tutorial gebruik. Want ik heb nog een versie gemaakt. Die vind ik zo mogelijk zelf nog leuker.
met andere kleuren. En dat geeft dus een totaal ander beeld. Moet je kijken, hoe leuk. De Let's Go Retro tas. Ja, ik vind hem helemaal leuk. De voering bestaat uit zo'n katoenen tasje. Dit is zo'n scheepjestasje. En de tutorial die gaat uit twee delen bestaan. Aankomende dinsdag in deel 1 haken we de tas zelf. Dus haken we dit. Het is tunisch in het rond gehaakt. En in deel 2 dan laat ik zien hoe je de hengsels maakt. Hoe je het verder afwerkt. En hoe je de voeringtasje erin naait. Dat is weinig naaiwerk, want het tasje zit al in elkaar. In de tutorials vertel ik er alles over hoe je dat doet, stap voor stap. Je kan dat ook met de naaimachine doen, dat vertel ik ook. Maar ja, ik vind hem zelf helemaal geweldig. Ik vind hem zo leuk. Hiervoor komen pakketjes, of als het goed is, op het moment dat jullie deze uitzending online komt, staan de pakketjes die je ervoor kunt kopen bij Eva in de webshop. En het pakketje bestaat uit één bol papatja batik, dus dat verloopgaren, en een bol effe colorcrafter in twee kleuren die goed bij elkaar passen, maar wel genoeg contrast geven om dat motief goed te laten uitkomen. En wat er ook in het pakketje zit, is zo'n katoenen tasje wat je dus als voering gaat gebruiken. Het wordt gehaakt met een dubbele haaknaald nummer 4,5. Ik gebruik ze van Addy, die vind ik prettig. Die kun je erbij bestellen, maar dat is optioneel. Want sommige mensen hebben hem misschien al. Dan is het zonde als je hem dubbel hebt. Dus standaard zit in het pakket 1 bol papatja batik, 1 effe bol colorcrafter en een katoenen tasje van scheepjes om hem te voeren. En optioneel kan je dus een haaknaald bijbestellen. En er is keus uit maar liefst 7 verschillende kleurencombinaties. Waaronder deze. En de roze versie. Alleen de kleur roze die ik hier heb gebruikt, luik, die is tijdelijk niet leverbaar. Die is vervangen door de roze kleur Hilversum. Vind ik eigenlijk wel grappig. Die is ietsje feller, maar dat kan ook. Ik denk dat dat zelfs nog mooier is, want ik denk dat dan dat contrast met het roze in de papatja die erbij hoort nog groter is. Dus ik denk dat dat een goede is. Een beetje herfstige tintjes zitten erbij. Wat rustiger voor mensen die niet van dat knal houden. Met grijs tinten, wit en grijs tinten. Kortom, voor elk wat wils. Dus mocht je een pakketje willen bestellen, kijk dan op Eva's webshop en de link naar die pakketjes die vind je in de beschrijving onder deze video. Die link komt ook onder de tutorials. Maar stel dat je van tevoren al een pakketje wil bestellen in de hoop dat het voor dinsdag binnen is, dan kan dat dus alvast. Mocht je eerst de tutorial willen bekijken voordat je beslissing neemt, natuurlijk ook heel prima, want daar zet ik ook de link onder. En het blijft gewoon verkrijgbaar, dus het is geen enkel probleem. Ik kan me ook voorstellen dat je eerst even wil kijken of je het wel leuk vindt. Hè? Nou, dus mocht je mee willen doen, ik weet op dit moment nog niet de prijs van het pakketje. Maar het zal zo, nou ik schat zo rond de 12,50 of zo, zoiets, denk ik. Zonder de haaknaald dan, hè. Dus, keus uit maar liefst 7 kleurencombinaties. In ieder geval deze 2. Een heel rustige variant. In grijs tinten. Beetje geel met wat herfstig. Iets met blauw tinten ook zit er nog bij. En nou ja, dan nog 3. Maar dat weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Kijk gewoon even op Eva's webshop. Klik even op de link hieronder. Dan kan je even kijken welke kleuren er allemaal verkrijgbaar zijn. Als je het natuurlijk wilt doen. Ja, ik vind hem zelf hartstikke leuk. Het is echt een heel stevige tas. En ja, die voering maakt het echt helemaal af, vind ik. En ja,
Ik heb een box boven, want ja, jullie weten inmiddels wel dat ik sowieso graag tassen maak. Vind ik leuk. En daar gebruik ik dan altijd inderdaad van die katoenen tasjes voor als voering. Die heb ik nog nooit hoeven kopen. Die krijg ik altijd. En soms zit er eentje ergens bij. Of, hè, nou, dus ik vind dat ook wel duurzaam om dan zo'n katoenen tasje te gebruiken als voering. En, maar goed, dan ik heb dus inmiddels al best wel veel tassen. Ik heb een grote plastic box boven op zolder. Daar doe ik ze altijd in, want dan heb je nog eens wat cadeau te geven. Het is altijd, tas is altijd leuk om cadeau te geven, een boodschappentasje. Dus deze gaat in die box. Maar deze, die hou ik lekker zelf. Vind ik leuk. Die ga ik echt goed gebruiken. Misschien gebruik ik hem ook wel naar mijn werk. Als ik bijvoorbeeld alleen maar een mapje of alleen maar mijn laptopje mee hoeft te nemen, dan vind ik dat eigenlijk ook wel leuk. Dus, nou, ja, ik hoop dat jullie het net zo leuk vinden als ik. Ik heb er in ieder geval met heel veel plezier aan gehaakt. Het is tunisch haken in het rond. Heb je dat nog nooit gedaan? Ik zeg ook in de tutorial van kijk dan eerst even het basisfilmpje voor de techniek. En een link naar dat basisfilmpje staat ook onder die tutorial in de beschrijving. En als je dan een beetje oefent, als je kunt haken, dan kun je dit ook. Het is echt, het is een beetje een andere manier van haken. Maar als je het nog nooit gedaan hebt en je kijkt even het basisfilmpje en je oefent een beetje, dan kun je dit maken. Dat weet ik zeker. Dus, of ja, bijna zeker. ja, dat dus. Let's go retro. Ik vond dat wel een leuke naam. Dus ja, dan heb ik eigenlijk ook al meteen aangekondigd. Maar ja, ik ben er zelf zo enthousiast over. Ik vind het zo leuk. Dus nou ja, daar ben ik de afgelopen week heel erg druk mee geweest. Om het allemaal af te krijgen. En goed te kunnen filmen en zo. Nou, en Eva is er dus ook druk mee geweest. Om alles op tijd goed in de webshop te krijgen. Nou, verder heb ik dus weer gewerkt. Derde werkweek inmiddels. En ik had een praktijkles voor zorg. En ja, we hadden een beetje problemen met lokalen. Dus was niet helemaal duidelijk wat of ik kon doen. En ik zat in een praktijklokaal voor handenarbeid. En ik had nog een hele stapel katoenen tasjes liggen. Ik dacht, oh, dan ga ik daar wat mee doen. En dan had ik van die flesjes met verf. Dat is een heel leuk spul, daar teken je mee. Vooral lijnen. Je kan ook kleinere vlakjes ermee vullen. En als het helemaal droog is en je gaat dat feunen, dan bolt dat helemaal op. Dat is hartstikke leuk. Ik denk, nou, dat vind ik nou leuk als eerste activiteitenles voor zorg. En daar kwamen best hele leuke dingen uit. Dus ik zal even een foto laten zien. Nou, dit is de overgooier die ik destijds heb gemaakt. En dit zijn een paar voorbeelden van de tasjes die we op school hebben gemaakt. Leuk, hè? De aanwinsten. En die heb ik allereerst een hele leuke en een belangrijke aanwinst. Ik heb een kaart voor de Creadoe. En hartstikke leuk. Ik verheug me daar ontzettend op. Duurt nog even, maar ik heb er zo'n zin in. Want we gaan namelijk met de hele Haakfamilie. Dus Vonne van Vonnes Creaties. Miranda van Maak het met Miranda. Mike van Mike's Creatieve Wereld. Eva van Janice Eve, de webshop. En ik, zei de gek, wij zijn met z'n vijven. Gaan we ja, zeg maar als groep naar de Creadoe. Dus op zaterdag, de eerste zaterdag in november. En ik heb er ontzettend veel zin in. Ik zal dan ook een stapeltje visitekaartjes meenemen. Mochten mensen me treffen en nog geen visitekaartje hebben, dan kun je er eentje van krijgen. En ja, ik vind het leuk om misschien een aantal van jullie wel eens in het echt te zien, want dat gebeurt niet zo vaak. Dus ik verheug me daar ontzettend op. Dus nou, je zal ons zeker als groep wel treffen als je er ook naartoe gaat. En ja, spreek ons dan vooral eventjes aan. Dat vinden we alleen maar leuk. En ja, nogmaals, voor mij is het allemaal ja, de Creadoe niet, maar dit gebeuren is wel een beetje nieuw voor mij. En ja, nogmaals, ik vind het leuk. Het was op het handwerkfestijn, kwam ik ook een paar abonnees tegen. En dat vind ik toch wel heel leuk. Dus ja, ik verheug me daar erg op. Het lijkt me heel leuk om een aantal van jullie eens in het echt te zien.
En dan heb ik nog een aanwinst, want bij dat mooie blikje wat ik van Karin kreeg met die bolletjes erin, zat ook een cadeaubon. En ik dacht, nou, dan ga ik eens eventjes snuffelen op Eva's webshop. Dat heb ik meteen gedaan. Als het even kan, doe ik dat altijd als ik een cadeaubon heb, maar dan ga ik hem altijd zo snel mogelijk besteden, zodat ik dat niet kan vergeten. En ja, Eva had zoveel keus, maar ik had al zoveel over die Angela gehoord, dat dat zo zacht was en zo mooi was. Ik had daar nog helemaal geen ervaring mee. Dus ik dacht, nou, ik bestel voor die cadeaubon, bestel ik 2 bollen Angela. En ik moet zeggen, het is inderdaad niks te veel gezegd. Want het is inderdaad heel erg zacht. Het is een mix van 75% acryl met 25% mohair. Dat is dat pluizige. En je moet dat naar verhouding op een vrij dikke naald doen. Omdat anders komt dat pluis niet tot zijn recht. Dat geeft dan een heel luchtig resultaat. En er zit maar liefst op zo'n bol van 100 gram 500 meter. Dat is echt veel. Ik heb 2 van die bollen. En ja, dit zijn echt mijn kleurtjes, hè. Beetje regenboog, ik hou ervan. En ik ga hier iets voor mezelf van maken. Ik weet nog niet precies wat. Ik denk iets van een lekkere sjaal of omslagdoek. Daar moet ik nog even over nadenken. Maar ik ga in ieder geval iets voor mezelf maken ervan. Ja, ik denk een leuke, beetje grote omslagdoek. Want je kan er of een flinke bak dus. Ik weet het nog niet. In ieder geval iets sjaalachtigs, want dat is heel zacht, lekker warm en fluffy. En ik heb een grijze winterjas, dus dat is natuurlijk hartstikke leuk als dat een beetje opgefluft wordt met die leuke kleurtjes. Dus ja, ben ik blij mee. Ik kom er nog niet aan toe om het te maken, maar goed, ik eet geen brood. Ik heb nog plek. Handwerkers hebben altijd plek voor garen, hè. Dus ik laat het netjes in het plastic. Tot ik het ga gebruiken. Maar hartstikke leuk. Dus nou, Karin, nogmaals bedankt. Ik ga er wat moois van maken. Nou, dat was de aanwinsten. Dan gaan we nu naar Draadje Gaat Vintage. En het projectje komt af deze keer. Ja, Draadje Gaat Vintage. Ik ga vandaag mijn projectje afronden. Want ik vind het veel te leuk om aan een nieuw vintage project te gaan beginnen. Ik heb alvast wat voorwerk gedaan. Je moest de grote bladeren, tenminste de donkergroene, die lichte blijft leeg. De donkergroene moest je met een stiksteekje de nerven maken. Ik doe het gewoon met een simpel rijgsteekje. Dat laat ik even zien. En in die bloemetjes moest je met draadjes moest je een bosje van maken, zodat je zo'n soort, hoe zeg je dat, meeldraadjes of zo krijgt. Heb ik alvast bij 1 gedaan. En die andere laat ik ook even zien hoe ik dat doe. En dan moest je de aardbeidjes, kijk, de kroontjes die zitten er inmiddels allemaal op. En dan moest je aan alle 3 een draadje rijgen van verschillende lengtes. Nou, ik heb dat gewoon gedaan door een knoop in een draadje te leggen en het vlak hieronder er door te steken en nou ja, hierboven aan elkaar te knopen. Dus dit is klaar. Dat moet dan straks aan de blaadjes komen. Dus ik laat even zien hoe ik dat rijgen doe. Ik wil dat met een dubbel draadje doen. Nou, ik neem een enkel draadje borduurgaren, splijtgaren. Ik vouw dat dubbel. En ik leg de uiteindjes. Oh, dat had ik al gedaan. De uiteindjes. Die doe ik door mijn naald, zodat ik de lus aan de onderkant van mijn draad heb zitten. Dan begin ik hier in het midden. Met een steekje. En ik haal mijn draad door mijn lus heen. Dan hoef je niet aan te hechten. En ik maak gewoon rijsteekjes. Ik doe dat nu helemaal dwars door het vilt heen. De achterkant mag, zie je toch niet. Dus ik doe dat gewoon een beetje met een beetje grote steken. Als het lijntje er maar op staat. Gewoon zo heen en dan weer terug naar het midden. Dat vind ik het voordeel van rijgen. Dat je altijd weer terug moet. Dus je komt altijd weer terug op hetzelfde punt.
En dat is makkelijk, want dan kan je van daaruit het volgende lijntje maken. Ik vind dat handig. Dus ik ga nu de andere kant op. Gewoon simpel, hè. Rijg steken. En weer terug. Dan probeer ik dat zo netjes mogelijk aan te laten sluiten bij de steekjes die ik al heb. Ik kan er gewoon een paar tegelijk maken. Ook dat vind ik een voordeel van rijgen. Dat je een paar steken tegelijk kan maken. Ik ben van makkelijk, hè. Niet te veel gedoe. Nu nog hierin. Nu loopt een beetje in een bochtje. Volgens het tekeningetje. Dus dan probeer ik een beetje een bochtje te maken. Op school zeg ik bij dat soort dingen altijd, joh, het hoeft niet in het Rijks te hangen. Het gaat om het idee. Rijgen moet je wel opletten dat je het niet te strak aantrekt. Nou, dan steek ik mijn draadje naar achter. En ik haal hem even een beetje door het vilt heen. Wel zo dat je het aan de voorkant niet ziet. En ik knip het af. Het was trouwens wel best een dingetje om al die karteltjes te knippen. In die tijd die ik daarvoor nodig had, had ik net zo goed mijn kartelschaar kunnen zoeken. Maar ik moet ook zeggen, die kartelschaar die ik heb, die knipt heel zwaar. Dat gaat niet, ik heb niet zoveel kracht in mijn handen. En dat vond ik best wel zwaar. Oh, nou had ik eigenlijk wel leuk gevonden als ik die andere andersom had gemaakt. Nou, boeien, het is zo. Dan ga ik even zo'n bloemetje. Dan zeggen ze, moet je een paar draadjes van ongeveer 2 centimeter afknippen. Ik knip ze iets groter, want dat werkt makkelijker. En dan knip ik het later af. Knip ik het later korter. Dat vind ik makkelijker. En nou, daar moet je dan een bosje van maken en dat zet je in het midden vast. Nou, ik maak er een bosje van terwijl ik het vastzet. Dat vind ik makkelijk. Zo, ik leg ze ongeveer zo een beetje gelijk. Dat knip ik later bij. Ik leg ze bij elkaar zo in het midden op mijn bloemetje. Dan pak ik een draadje. En dat leg ik ook weer dubbel. Uiteindjes door mijn naald. Nou, dit er weer even af. Ik hecht even aan. Ik laat het lusje wat groter. Dus hier zit het lusje, hier zit mijn draad. Dan leg ik dwars daarover in het midden, leg ik dat bosje draadjes. En ik haal mijn naald door het lusje heen. En dan maak ik nog even een extra steekje. 2. Dat zit vast. Nu pak ik die draadjes bij elkaar. Zo. En ik wikkel gewoon een paar keer eromheen. Zo. Dan zit het mooi bij elkaar in een bosje. En dan steek ik het weer naar achter. En ik hecht hem niet af. Want ik kan dan met dit draadje nog verder de blaadjes en de bloemetjes aan elkaar naaien. Dus ik laat dit er even aan zitten. Nou, dan knip ik ze korter af. Zo. En dan kan je nog een beetje zo door te wrijven, kan je ze wat uitpluizen. Gewoon een beetje zo. Met je nagels als je die hebt. Steek niet zo nauw. Nou.
Ik heb de bloemetjes nu klaar. Ik heb de blaadjes klaar. Dan ga ik even naar het plaatje kijken hoe dat eruit ziet. Want je moet het een beetje op elkaar leggen. En dan de aardbeidjes erachter hangen. Nou, als ik zo naar het plaatje kijk, dan zit die groene onderop. En dan zit of die lichte groene, die donkergroene zo een beetje ertussen. En dan nog een donkergroen blaadje. Oh, wacht even. Maakt dat veel uit? Volgens mij maakt het niet zoveel uit hoor. Een beetje zo. Zat het? Even kijken, ik wil het ongeveer hetzelfde doen. En dan deze zo eroverheen nog. Ik vind het goed zo hoor. Toch? Ik vind het oké. En dan komt hier een bloemetje. En die steek ik vast even door alle laagjes heen. Dus ik pak dit hele bubsje op. Dan ga ik even kijken of dat bloemetje dan ook door het... of dat draadje dan ook door dat lichtgroene deel gaat. Ja, dat gaat het. En het is wel handig om ook dat bloemetje even extra vast te zetten. Dus ik doe dat met een klein steekje. Want dan zitten die meeldraadjes toch overheen. Nou, het tweede bloemetje. Ik dacht even dat die uitgebloeid was. Het zit er zo half onder. Zo. Zoiets, hè. Ongeveer. Dat zit dus hier. Dan moet ik dus hier naartoe. Steek ik even door het vilt. En ik zet dat even. Dat wil ik dan het liefst wel onder zo'n blaadje vastzetten. Zodat het blaadje over dat steekje heen valt. Een extra steekje. Nou, zoiets dus. En dan moeten dus die aardbeidjes. Oh, het moet veel hoger, zoiets. Ik vind dit wel leuk. Doe ik het zo. Even kijken. En dat zet ik gewoon met een paar steekjes vast. Doe het een beetje in het midden vastzetten. Zo. Even door het vilt heen. En ik zet dat gewoon met een paar steekjes, zet ik die draadjes vast. Dan kan je hem hier nog aan ophangen ook als je wil. Even afhechten. Gewoon door even je draadje door een lusje te halen. Ik steek het even door het vilt heen weg. En ik knip het draadje af. Nou, ik vind het best leuk. Of, zoals ze in die tijd zeiden, aardig. Ik vind dat zo mooi. Dat geeft een heel aardig resultaat, zeiden ze. Zo lees ik dat dan. Nou, ik vind het wel leuk. En je kan je dus voorstellen als hier dus... lavendel in zit, dat heerlijk ruikt in je kast. Je zou hem zelfs hier nog aan op kunnen hangen, gesteld dat je dat zou willen. Als een soort versieringje. Nou, een grappig vintage projectje vind ik. Ja, wel geinig. Ik hang hem denk ik aan mijn deur. Dus dat... vintage aardbeidjes uit het maandblad voor handwerken uit 1967. November 1967. Dat is grappig. Aardbeidjes zijn natuurlijk echt zomervruchten. Maar goed, er was ook een druiventros bij. Hè? Dat is dan weer meer de herfst. Nou, wel grappig toch?
ga ik straks vertellen wat het volgende vintage project wordt. Nou, dan is het nu tenslotte tijd. Oh nee, voordat ik aankondigingen ga doen. Want het vintage projectje is af. En ik heb al een nieuw vintage projectje op het oog. Ik had eerst wat anders bedacht, maar ik dacht, nee, ik ben nou voor die serie zoveel bezig met frivolité. Ik vind het leuk. Ik had bij het doorbladeren van de oude handwerkbladen, zag ik een frivolité patroontje, heel oud frivolité patroontje. Dus ik had dat genoteerd, dat ik dat een keer wil maken. Dat wordt mijn volgende vintage projectje. Ik ben toch met frivolité bezig voor de tutorials. En ik dacht van nou, dan vind ik het wel zo efficiënt. En het geeft het ook wat minder troep, want het echt mijn hele tafel ligt vol met zooi. Ik denk, als ik nou weer wat anders erbij pak, dan blijft dat maar, dan wordt het steeds rommeliger en onoverzichtelijker. Dus ik dacht, ik ga lekker frivoliteën. Dus ik pak een oud frivolité patroontje. En ik ga kijken, ik vind het wel een uitdaging om te kijken of me dat lukt om dat ook te volgen. En ik ga daar zo'n mooi bolletje uit dat scheepjesblikje voor gebruiken. Want ja, ik kan wel denken, ik gebruik eerst kladgaren. Maar 10 tegen 1, doordat ik inmiddels heel veel geoefend heb, dat het gewoon gaat lukken. En dan heb ik straks een heel leuk kleedje, wat veel leuker was geweest als ik het met mooi garen had gedaan. Dus ik pak gewoon meteen mooi garen. Gaat vast goed. Dus dat wordt het volgende vintage project. Nou, en dan nu de aankondiging voor de komende week op mijn kanaal. Nou ja, duidelijk hè. Aankomende dinsdag 19 september. Ik pak ze er nog even bij. Let's go retro. De Let's go retro tunisch in het rond gehaakte tas. Dus, die komt aankomende dinsdag 19 september. Dan donderdag 21 september in de serie Naald Frivolité deel 3. En daarin ga ik jullie uitleggen hoe je nou patronen leest. Getekende en geschreven patronen. En natuurlijk gaan we ook een stukje frivoliteën. Zal ik er vast laten zien. Dan ga ik verder met waar ik de keer daarvoor gebleven was. En dan gaan we het hoekje om en dan krijg je dus dit, kan je het vast zien. Mocht je meedoen, dan weet je dus nu al dat ik laat zien hoe je dit dan maakt. En hoe je dat waarschijnlijk in een patroon zult aantreffen, als het een patroon zou zijn. Ik moet er wel bij zeggen, ik heb een beetje een foutje gemaakt. Want in de rechtshandige video, ik ben zelf linkshandig. En in de rechtshandige video heb ik ergens halverwege dat ik zit te schrijven en te tekenen. En dat is daar in spiegelbeeld. In het eerste stuk, dat heb ik gewoon apart opgenomen en dat spiegel ik dan niet. Dus dat is voor links en rechtshandig gelijk. Maar gaandeweg de tutorial was ik bezig met knopen en met schrijven. Ja, het lukte mij niet om dat in stukjes te hakken. Is op zich niet erg, denk ik, want wat ik teken, dat maakt niet uit. Want een tekening gespiegeld maakt niet uit. Maar wat ik schrijf, dat zie je me dus in spiegelbeeld doen. Beetje dom natuurlijk. En ik had hem al geüpload, was al helemaal klaar. Dus ik kon er ook geen tekst meer in beeld zetten. Maar ik vertel ook wat ik aan het opschrijven ben. Dus het is wel te volgen. Dus daarom heb ik het ook gewoon zo gelaten. Want anders zou ik het echt helemaal opnieuw moeten doen. En ja, daar heb ik gewoon geen tijd voor. Dus, ik heb even gecheckt, ik heb dat stukje bekeken en ik zeg precies wat ik aan het opschrijven ben. Dus ik denk dat het geen probleem is, maar dan weet je het vast. Dus, dinsdag Let's Go Retro Tas, deel 1. Donderdag Naald Frivolité, deel 3. En zaterdag 23 september, draadje door de week, aflevering 22. Nou, dat was hem weer voor deze week. Ik hoop dat je het leuk vond. Als dat zo is, geef even een duimpje omhoog. Ben je nog geen abonnee, maar ben je wel nieuwsgierig wat ik allemaal nog meer doe? Kijk even rond op mijn kanaal. Ik heb inmiddels al best wel veel verschillende video's en tutorials. En als je nou denkt, nou dat vind ik eigenlijk wel heel leuk om te blijven volgen, klik dan eventjes op de abonneerknop. Het kost je niks, dus waarom zou je het laten, zeg ik dan altijd maar. En dat zou mijn kanaal enorm helpen. Nou, in ieder geval voor nu, bedankt voor het kijken en misschien tot de volgende keer. Doeg!